Goedemorgen. Welkom in de aula van de Universiteit Antwerpen, de achterburen van het Middelijn Museum, waar wij samenkomen voor de theorie van wat wij in de praktijk doen in het Middelijn Museum. Horen jullie mij goed? Het is een beetje een ondankbare rol om Folkert als spreker vooraf te gaan, want hij is er erg goed in. Maar ik wilde jullie toch eventjes vertellen waarom wij hier vandaag samen zijn. Wij volgen Folkert in het Middelijn Museum al een tijdje. Hij was de gast in de groepsentoonstelling Lang leven beeldhouwkunst. Ik weet niet of je zich dat nog kan herinneren met een werk in het Braampaviljoen. Zijn beelden van polyurethaanschuim en isolatieplaat begonnen toen al grote bekendheid te krijgen. En hier waren ze toen cruciaal in een verhaal over nieuwe materialen en nieuwe beeldhouwers. Al vindt hij die term zelf misschien iets te nauw. Sindsdien heeft deze man niet stilgezeten. Vanuit Amsterdam en Krommenie is hij aan een gestage verovering van de hele wereld begonnen. Hij heeft de laatste jaren groeps- en tentoonstellingen aan elkaar geregen, onder andere in het MUDAM in Luxemburg onlangs, het Macintosh Museum in Schotland, de biennales van Sydney en Athene kon u zijn werk terugvinden, en ook in het Groninger Museum, die overigens die installatie uit ons Braampaviljoen hebben aangekocht voor hun vaste collectie. Dit jaar en volgend jaar volgen nog het Picasso Museum in Barcelona en het Helsinki Art Museum. Dus mocht u daar passeren, zeker ook binnenspringen. Vertrokken bij performance en videokunst is Folkert al heel snel monumentale sculpturale installaties gaan maken. Waarbij hij vaak toch nog te werk gaat als een soort van regisseur. Scènes, requisieten en acteurs blijven deel uitmaken van zijn instrumentarium. Ook hier in het Middelijn Museum zal hij straks de brug slaan met podiumkunsten, vertrokken als performance- en videokunstenaars. Je gaat er iets van terugzien straks, denk ik, hè, in de performance met de mensen van Pierre Tol en Chris Cogan, voilà. Die naam moet ik nog oefenen tegen straks. Voilà, ik denk dat ongeveer qua inleiding kan tellen. Ik wil uw aandacht nog eventjes vestigen op het boek. Ik wil niet te veel vertellen, want de tijd is vrij beperkt en straks hebben jullie geen tijd meer voor vragen. Dus Folkert gaat het grote verhaal voor zijn rekening nemen. Mocht u straks nog niet genoeg informatie hebben, dan kan u in onze shop ook het fantastische boek halen. Jan Dietvorst heeft er een prachtig essay in geschreven. Steven Cox heeft een mooi interview gedaan met de kunstenaar. Voilà. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja. Ik geef jou het woord. Ja. Dames en heren, welkom. Ik ben heel blij om hier te spreken over mijn werk. En ik zal eerst even teruggaan in de tijd. Want ik ben hier al eerder geweest in het Middelheim Museum. Dat was in 2006. Heb ik een werk gemaakt voor het Braampaviljoen. Voor de tentoonstelling Lang leven de beeldhouwkunst. Die Sarah georganiseerd heeft. En ja, het was voor mij best een interessante situatie. Omdat Middelheim Museum natuurlijk met name gefocust is op het tentoonstellen van werken buiten. En die vraag kwam ook naar voren voor mij, voor deze tentoonstelling. Wat ik destijds zou gaan laten zien. En ik heb me jarenlang weten te bekwamen eigenlijk in het transformeren van bouwschuim en industriële plastics tot kunstwerken. En de politieke achtergrond ook van deze materialen is altijd een heel belangrijke factor geweest in mijn werk. En daardoor ook belangrijk om dat in institutionele of in ieder geval in binnenruimtes te laten zien waar mensen naartoe gaan om kunst te kijken, zodat ook de kwaliteit van het materiaal goed terecht zou komen. Ik was ook niet. Ik vond het buiten tentoonstellen van werk buiten, de condities die daaraan moeten voldoen. Ik kon daar geen manier op vinden. Dus ik heb toen toch gekozen om dan dit werk te maken. The Sculptor, the Devil and the Architect. Rondom de karakters van Brancusi, Le Corbusier en die grote art collector Peggy Guggenheim. Hier een klein detail. Wat me interesseerde was de mythevorming rondom kunstenaars zoals Brancusi. Dat het verhaal gaat dat hij inderdaad vanuit Roemenië lopend naar Parijs ging. Om daar zeg maar een grote carrière te gaan maken. En ook
het idee dat dus inderdaad de oorsprong van creatie ergens in de volkskunst ligt. Zoals je dat ook hier ziet inderdaad in dat landschap met kleine rustieke huisjes. Waar ook van gezegd wordt dat Corbusier, de grote architect, ook inderdaad zijn inspiratie vond waar hij opgroeide. In een rustieke houten boomhuis, zeg maar, zoals hij dat hier in zijn handen houdt. Ja, ik heb eigenlijk al die jaren ben ik doorgegaan met het ontwikkelen van die werken in kunststoffen. En ik raakte ook steeds meer opgewonden over de onderzoeken die ik, of de ondervindingen die ik deed over de achtergronden van die materialen. En ook de mogelijkheden die chemie eigenlijk biedt om dus een fantastische virtuose kwaliteit van het materiaal te laten zien. Deze kunststoffen zijn speciaal ontwikkeld, zeg maar, voor massaproductie. Producten zoals koffiezetapparaten om koelkasten te isoleren. En het zijn eigenlijk materialen die je dus nooit eigenlijk in je dagelijks leven ziet, maar we zijn allemaal omringd door die materialen. Ik vond dus de psychologische gedachte ook dat die bedrijven dus in de jaren 50 besloten hadden om met elkaar dus wereldwijd een plan te maken om zoveel mogelijk die kunststoffen te introduceren eigenlijk in het dagelijks leven van mensen. Dus om die afhankelijkheid te creëren en daardoor ook de markt te vergroten. Dus ik vond die politieke lading heel interessant. De kleuren van dit soort materialen zijn vaak heel suikerachtig, zeg maar. Dus ik vond dat interessant met die zintuigelijke impuls die je eigenlijk krijgt, dat het heel aantrekkelijk eruit ziet. Maar ondertussen natuurlijk bijzonder moeilijk afbreekbare materialen zijn. Nu sta ik hier weer in Middelheim Museum, maar in een andere omstandigheid, dat het mijn werk dus nu wel buiten staat. Ik was gevraagd voor een solo tentoonstelling te ontwikkelen hier voor het museum. En er werd ook gesproken inderdaad over het nieuwe paviljoen Het Huis, wat u straks zult zien. En ik vond dat een heel interessante combinatie dus van het park eigenlijk en dan ook dus dat er een aantal paviljoens zijn waar dus ook kunstwerken tentoongesteld worden. Het mooie van dit paviljoen is eigenlijk dat het binnen en buiten tegelijkertijd is. Het is een, ik dacht ook meteen aan een soort van bunker of een soort panzerwagenachtige vehikel die eigenlijk ook totaal niet thuis hoort in de traditionele romantische sfeer, zeg maar, van het museum. Nou goed, ik heb me daarop gestort en vele gesprekken gehad met Sarah en met Pieter van het museum van hoe kan ik dat toch aanpakken. En ik vond het echt geweldig dat hun meteen ook heel ondersteunend waren in het idee dat ik met brons wilde gaan werken. Mensen zeggen altijd tegen mij van Volker de Jong in brons, dat kan toch helemaal niet. En je moet goed begrijpen dat voor mij materialen, technieken, het is ook maar een medium natuurlijk waarmee je iets wil communiceren. En ik denk als de omstandigheden veranderen of de wereld verandert, dan moet je als kunstenaar, of ik voel dan de neiging dat ik ook mijn strategie moet veranderen. Ik heb het gevoel dat ook het extraverte, het groteske die mijn andere werken hebben, zeg maar met die kunststoffen, een heel andere ervaring ook geven dan bijvoorbeeld werken in brons, die veel meer ingetogen op een andere niveau zitten. En ik heb ook het gevoel dat de wereld, zoals die misschien een paar jaar geleden nogal optimistisch was over massaconsumptie, over economie, dat ook allemaal natuurlijk anders in ander licht is komen te staan. Dus ik heb heel bestudeerd ook de geschiedenis van het Middelheimpark, daar kom ik straks nog even op terug, maar ik wil alleen maar zeggen dat ik de omstandigheden waarin ik mijn werk laat zien en bestudeer ik nauwkeurig en ook hoe de bezoeker zich, zeg maar, beweegt door een museum en hoe die de kunst tegenkomt. Dit is de eerste aanblik van de bronsgieterij in Kuik van de gebroeders Kemner. En wat u ziet hier is een soort zandbak. En ik kwam 2 jaar geleden voor het eerst in de bronsgieterij via de galerie uit Amsterdam. En ik was zeer gechoqueerd door de aanblik van zoals dit. Het ziet er zo ruig en primitief uit. Ik dacht aan een soort van vuurplaats waar inderdaad in de prehistorie mensen samenkwamen om rituelen uit te voeren. Het is totaal onduidelijk eigenlijk wat hier precies gebeurt. Maar er worden hier dus bronzen beelden vervaardigd. En ik had ook dat traditionele idee van een sculptuur natuurlijk, zoals van Rodin, wat natuurlijk zo majestueus
verschijning is, heeft totaal niets te maken met wat je hier aantreft. Maar er is wel een moment in het proces waarbij je eigenlijk het brons nog helemaal niet gedefinieerd is als zoals we dat kennen. Maar eigenlijk gewoon een metaal, een vloeistof wat gesmolten wordt, waar vorm aan wordt gegeven. En daar kun je dus eigenlijk alles mee doen wat je maar wilt. Hier zie je een ander aanblik. Dit zijn dus de zandblokken eigenlijk, waar dus wasvormen in zijn gesloten. En waar ze dus inderdaad met een hete pan brons overheen gaan om dus in die gaten dat brons in te gieten. En ik vond het een heel interessant aanblik. Het is bijna een soort landschap met een soort van ankerpunten of een soort van stadsgezicht. Dus ik zie daar ook een soort van abstractie in. Ik vind het heel interessant. Hier zie je bijvoorbeeld inderdaad ook zo'n gietvorm waar dus brons in wordt gegoten en dat wordt allemaal samengeperst. Het is allemaal een heel fysiek en zwaar en ambachtelijk proces. En dit zijn de medewerkers van de bronsgieterij. Ik vind het heel intrigerend. Het is een heel primitief proces, dat met mensenhanden wordt van alles geïmproviseerd, zeg maar, om die brons te gieten. Het is heel ruw en onnauwkeurig eigenlijk, ook als het uit dat gietproces komt. En dit is dus, hier kijk je dus in die hete pan, zeg maar, van dat brons. En ik dacht eigenlijk, het is natuurlijk ook, als je denkt aan brons als metaal, wat ook gebruikt wordt natuurlijk om als representatie van macht, dat je zegt van de afbeelding van de generaal, die staat in de stad. Dat ook dat brons altijd een link heeft gehad met het idee van het representeren van macht. En ik denk dat het ook gaat over de macht van het smelten van metaal. Dat door de geschiedenis heen, als je natuurlijk zo'n heet vuur kan maken, dat je natuurlijk metaal kan smelten, dat is bijna alleen aan de goden toebedeeld, zeg maar. Ik vind het wel interessant om terug te gaan in de tijd, dat je kijkt naar de bronstijd misschien, waar mensen dus inderdaad pijlpunten maakten of bronzen voorwerpen in de Romeinse tijd. Dat gieten van brons een soort van is toebedeeld aan degene die dat vuur kan beheersen. En ook die natuurlijk de macht wil hebben over een bepaalde groep mensen misschien. Door zichzelf af te gieten in brons of de goden af te gieten in brons. Dit zijn de onderdelen van de werken die hier in het park staan van mij. Die dus zo uit dat gietproces komen. En dan vervolgens dus aan elkaar gelast worden. Dus die beelden die heb ik nog gemaakt, die modellen, zoals ik dat normaal ook doe in mijn atelier met polyurethaanschuim. En alle overblijfselen eigenlijk van dat gietproces in mijn atelier zie je dus de rug eigenlijk vertaald in dat brons. Het viel mij ook op dat als dat dus zo uit zo'n bronzen, uit zo'n mal komt, is dat brons heel erg mat en ruw. Het ziet er totaal niet aantrekkelijk uit, zeg maar. En het heeft helemaal niet die ambiance of die kracht die het heeft op het moment dat je het dus polijst en afwerkt. En dat is dus een heel groot gedeelte van dat proces, vindt eigenlijk plaats in het polijsten en het wegwerken dus eigenlijk van dat proces. Dat proces mag je dus niet zien. De menselijke ingreep, alles wordt helemaal glad gemaakt. En dan verlaat het beeld, zeg maar, de gieterij, en dan kan de kunstenaar zeggen, kijk, dat is mijn kunstwerk. Mensen zijn vaak ook gechoqueerd als je natuurlijk realiseert dat de binnenkant natuurlijk gewoon hol is. Dus het gaat ook over een illusie. En de macht van de kunstenaar om inderdaad een illusie te versterken. Dit is een scheepsmodel. Dat heb ik afgegoten. Dit is de Queen Mary. Dat was een van de snelste oceaanschepen in zijn tijd. Ik wilde heel graag iets met een scheepsmodel doen, naar aanleiding ook van die poster die u net heeft gezien toen u binnenkwam, over die Holland-Amerika-lijn. Wat mij interesseert eigenlijk in de geschiedenis ook van het Middelheim Museum, dat het een soort van ideaalbeeld is, het hele park. Je hebt natuurlijk het kasteel, je hebt de bossages, de paden, alles is aangelegd volgens een bepaald ideaalbeeld van mensen, die gegoede burgers die in Antwerpen woonden, gingen dan inderdaad verpozen hier in het park. Waren misschien bezig met beeldende kunst. Een hele elitaire omgeving eigenlijk. En wat me intrigeert hier is dat ook de Middelheim Museum een soort tijdscapsule bijna is. De stad daaromheen verandert, de wereld verandert daaromheen. Maar dat park blijft toch redelijk, zeg maar, traditioneel in zijn vorm.
En ik vind het ook tragisch op een of andere manier. Dat je denkt, de idealen die ontwikkeld zijn, denk tijdens de industriële revolutie bijvoorbeeld, daar zit zo'n enorm optimisme in. En dat zie je ook in die poster dus van die oceaanlijnen, dat de toegang van de wereld opende zich voor iedereen. Mensen konden met een schip ineens de oceaan over. Technologie om dus ijzer te gietijzeren bruggen te maken, te klinknagelen, dat was een soort van symbool van we kunnen de wereld beheersen, zeg maar. En ik heb het gevoel dat destijds eigenlijk al bepaalde zaden geplant zijn die wij nog steeds in ons hebben van het idee van vooruitgang, ontwikkeling en technologie willen inzetten ter verbetering van je leefomstandigheden. En beter nog, om dus daar nog rijker van te worden, no matter what. Dat schip is voor mij een soort symbool eigenlijk van een kleine maatschappij. Dat je zegt, je hebt een kapitein. Beneden in het schip zitten de stokers die zeg maar de kolen erin moeten scheppen. Dan heb je alle klassen natuurlijk, de eerste klasse en de derde klasse. Dus ik vond het een heel mooi metafoor. En ook bij de bronsgieterij hebben ze dus het scheepsmodel letterlijk uitgebrand, zeg maar, in een gipsen vorm. En daar weer brons in gegoten. Dus het schip is eigenlijk verdwenen en de brons heeft de plek ingenomen. En ik dacht meteen ook aan een soort van Titanic scenario. Je ziet het schip en je denkt meteen, dat is eigenlijk al gedoemd om te zinken. Vond ik een mooie gedachte. De karakters in het werk heb ik genomen van een tentoonstelling die ik heb gemaakt in Glasgow. In de Glasgow School of Art. Van de architect Charles Rennie Mackintosh. Daar heb ik, dat doe ik vaker in mijn werk. Ik maak dus karakters gebaseerd op de omstandigheden die ik aantref voor de voorbereiding van een tentoonstelling. De mallen daarvan die bewaar ik en eigenlijk als een soort acteurs kan ik die ook in andere tentoonstellingen weer inzetten. En ik dacht eigenlijk, die Mackintosh en zijn vrouw die passen hier heel goed thuis in deze omgeving. En ik wilde heel graag iets doen met het veld buiten naast het paviljoen. Het is prachtig zo met die hagen en die rhododendrons, de mooie boompjes. En ik dacht, dat eigenlijk als kunstenaar wil je niets liever dan dit corruptie plegen aan de atmosfeer die je voelt. Omdat het is zo romantisch en je denkt van, hoe moet je daarmee omgaan? Je kan alleen maar denken, het vraagt om een soort terroristische actie. Of zoals inderdaad het paviljoen, een panzerwagen die dwars door dat museumpark heen rijdt en allerlei sporen achterlaat. Dacht ik aan een hele subtiel pistoolschot. Dat je zegt eigenlijk, de omgeving is ideaal bijvoorbeeld voor een duel. Voor een soort om een gentleman's agreement uit te vechten. En ik dacht eigenlijk, het mooie van een duel is dat daar dus een soort spanningsveld ontstaat tussen de twee figuren die tegenover elkaar staan. En het pistoolschot zou eigenlijk het begin kunnen zijn van een soort kettingreactie die opgestart wordt. Als een soort van cyclus die ontstaat. Dit is dezelfde meneer, maar dan ontdaan van zijn huid. Dat is dus in het paviljoen heb ik besloten eigenlijk. Ik vond het zo'n vreemde ervaring ook in dat paviljoen met die tralies. Dat ik dacht ook aan een soort van, het is bijna een soort kooi ook. Waar beeldende kunst opnieuw bevraagd wordt. Waar de beeldende kunst, de sculpturen eigenlijk met hun hoofd tegen de achtergrond aangedrukt worden. Om te vragen van wat doe je hier eigenlijk? En ook met het idee dat eigenlijk misschien het huis, dat paviljoen, een soort onderbewuste zou zijn. Als je zou zeggen, in de ontwikkeling ook van de psychologie van Freud en Jung. Dat men dus ontdekte dat inderdaad dat het beheersen van dat onderbewuste, dat werd, en dat rationele, het controle hebben, steeds belangrijker werd. Vond ik het interessant om die figuren, zoals ze dus buiten bij het duel eigenlijk volledig aangekleed, klaar zijn voor de strijd. Binnen eigenlijk ontdaan zijn van hun uiterlijke schijn. En ja, wat blijft er dan nog over, zeg maar, waarbij er een soort van sterfelijkheidselement komt kijken. Ik vond het ook interessant dat je dus zegt, van je hebt een bronzen beeld, een representatie van een persoon, die dan vervolgens ontkleed is. Dat brons kun je natuurlijk niet afdoen. Maar ik wil in wezen ook dat brons als metaal, zeg maar, bevragen en dus verschillende lagen afpellen, zeg maar. Hier zie je inderdaad hoe de beelden in elkaar gelast worden. Ik ben constant ook aanwezig in dat proces om dus opnieuw te kijken hoe ik dus de houdingen en al die onderdelen weer aan elkaar kan zetten. Dat geeft ook natuurlijk
Enorme prettige betrokkenheid van mij met die beelden. Het is dus niet zo dat ik een beeld opstuur en zeg van bel me maar als het af is. Het is ik heb het gevoel dat het een soort uitbreiding is van mijn atelier. En ook mijn relatie met de bronschieters is van dermate dat ik inderdaad artistiek ook maar verder kan ontwikkelen met behulp van hun technieken. Dit is een goede vriend van mij, Jan Dietvorst. Die ziet er ook uit als een perfect gentleman, zoals u ziet. Hij heeft een heel mooi stuk geschreven in de publicatie bij de tentoonstelling. Dit is de vrouwelijke tegenpool met het pistool. Hier zie je inderdaad het schip tussen boven in de armen van die mevrouw. En dit is eigenlijk een overzicht van hoe die beelden dus daar zo in die gieterij bij elkaar staan. En dan komen we eigenlijk bij de volgende fase, dat is het aanbrengen van patina. Dus kleur op de bronzen beelden. Ik had foto's gezien van kerken en kathedralen waar dus zonlicht schijnt eigenlijk door de gebrandschilderde ramen in de kerk. En ik vond dat zo, het is zo'n adembenemend aanzicht als je dus kijkt naar de effecten van zo'n gebrandschilderd raam waar dat licht zo mooi doorheen schijnt. Ik dacht dat is net graffiti. Soms als je door de stad gaat en je ziet een trein dan heb je ook die mooie kleuren van die spuitverf. En ik dacht het idee natuurlijk van gebrandschilderde ramen, dat je dus zegt van beeldende kunst of kunstvormen worden gebruikt om spiritualiteit zeg maar, te benadrukken. Zoals inderdaad die gebrandschilderde ramen dus een soort van spiritueel gevoel geven. Als je natuurlijk dat licht ziet, dan denk je het is bijna alsof God het inderdaad zo bedoeld heeft. Vond ik een inspiratie voor de kleuren die ik ook wilde gebruiken op de beelden. Doet me ook denken inderdaad aan alsof er theaterlichten schijnen op de beelden. Of dat is inderdaad, als je zou zeggen, het Middelheimmuseum is dus een soort van theater. Met een decor, de bossages, alles is eigenlijk geënsceneerd. Dan zou je kunnen zeggen of de beelden zijn dan de acteurs of de bezoekers worden de acteurs. En dat wil ik nogmaals benadrukken eigenlijk door licht eigenlijk te laten schijnen op de beelden. Dus ik heb die bronschieters hebben mij uitgebreid geleerd hoe je dus die zuren die dus gebruikt worden eigenlijk op de huid van het brons, wordt dat ingebrand, dat oxides. En geeft dus allerlei kleuren op dat brons. Zoals bijvoorbeeld het kopernitraat geeft dat hele groene kleur, zoals u dat misschien wel ziet in het park of in de stad op bronzen beelden. Maar daar is dus een hele grote scala aan verschillende kleuren die je kunt gebruiken in dat proces om dus die bronzen kleur te geven. Wat je doet is eigenlijk je verhit het brons tot een aantal 100 graden. Je brengt dat zuur aan, dus dat brandt en dat sist zeg maar en dan verschijnt ineens die kleur op die huid van dat brons. Wat me enorm fascineerde was eigenlijk dat proces van dat oxideren. Je kan dus zeggen van als je dus een bronzen beeld lang genoeg buiten laat staan wordt het vanzelf groen. Dat is eigenlijk hoe we de beelden ook vaak zien. Maar het is ook natuurlijk een proces van verval. Er vindt oxidatie plaats. Dus er is ook een soort element van tijd. En ik dacht eigenlijk met dat patineren heet dat dan, kun je eigenlijk die tijd ook verkorten. Of samenpersen door dat inderdaad dus te versnellen, dat proces met zuren. Ik heb dus inderdaad allerlei patina door elkaar gemengd. En daardoor krijg je een soort van schimmelachtig effect, zeg maar. En ik vond dat ook, zoals met die kleuren, vond ik heel verrassend werken. Ik heb zelf wat geëxperimenteerd in mijn werk met graffiti en spuitverf. En ik heb eigenlijk, snel vond ik uit, dus inderdaad als je dat spul dus in een plantenspuit doet, of in een klein parfum dispenser, dat je heel subtiel eigenlijk dat kan vernevelen tot bijna een soort van hele, subtiele ingreep, zeg maar. Dit is een werk dat heet een Nihilist Table. En dat heb ik gemaakt naar aanleiding van een stilleven van schilderij van Cézanne. Daar kom ik later nog even op terug. Dit is de figuur die dus in het paviljoen staat. Die heet Old Sport. Dit is dus het beroemde huis, het paviljoen.
waar ik het over had. Hier staan we in het paviljoen. Ik heb even getwijfeld of ik u al foto's zou laten zien van de daadwerkelijke tentoonstelling. Maar ik dacht, het is toch interessant misschien om wat achtergrondinformatie te geven. En ja, dan moet ik er toch even wat beeldmateriaal bij halen, zodat u begrijpt waar ik het over heb. U ziet dus die twee figuren van die Randy McIntosh en zijn vrouw, die zijn losgelaten in dat paviljoen. En bijna, ja, dat paviljoen is afgesloten met tralies, je kan er doorheen lopen. Dus hij heeft ik vond heel erg iets opgeslotens. Alsof de mensen daar ronddwalen, zeg maar. De figuren eigenlijk, de bronzen beelden eigenlijk ineens zichzelf beginnen te manifesteren. Bijna ook als een soort van apenkooi. Dat je dus zegt, in de dierentuin waar dus gorilla's zijn opgesloten, zijn eigenlijk allerlei speelelementen aangebracht, zoals autobanden, zodat die beesten zich niet gaan vervelen. Dacht ik ook aan het idee van de beginselen van de menselijke van Darwin, dat we dus van de apen afstammen. Dat het een enorme shock was natuurlijk, maar ook dat de mens begon zichzelf te bestuderen als een soort van onderdeel van de natuur of van een cyclus, zoals evolutie. Dacht ik eigenlijk aan dat de bezoeker die dus eigenlijk dat paviljoen binnenkomt, eigenlijk ook een soort van bestudeerd wordt in zijn kijkgedrag naar kunst. Dit is nog even een andere aanzicht. Zoals u ziet, hij heeft een voetbal in zijn handen. Dat is ook een soort spelelement. Omdat ik dacht aan de... Hij is dus eigenlijk een soort van een businessman of een dandy. Maar iemand in ieder geval die de symbolen draagt van... dat hij zich makkelijk kan bewegen als businessman met die tophead op, zeg maar. Maar het heeft ook iets heel theatraals. Een soort show-element, dat hij dus met zijn wandelstok een soort dansje uit zou voeren. Maar het gaat me erom, dus die theatraliteit en de symboliek die dus eigenlijk in onze ogen nostalgisch en romantisch is, zoals de hoge hoed, zeg maar. Eigenlijk in die tijd natuurlijk ook een code was voor mensen die op de beurs werkten. Of het was gewoon echt een uniform, zeg maar. Dus ik wil helemaal zeggen dat hij is een speler. Hij speelt een spel, zeg maar, om winst te maken. Daardoor is die bal daar. Maar de bal is er eigenlijk ook om de bezoeker uit te nodigen van... misschien zijn wij als bezoekers van dit museum zelf wel een soort studieobjecten geworden. Dat onderlijf van die figuur heb ik genomen van een anatomische studieobject van de Rijksacademie in Amsterdam. Ik heb daar gestudeerd en ik zag daar inderdaad dat ze in de kelder hadden ze een enorme hoeveelheid gipsen beelden. Van Hercules, Jupiter, alle idealen van hoe beeldhouwers weer zouden moeten werken. Die lagen daar opgeslagen en daar werd weinig mee gedaan. En ik dacht, nu ik hier toch ben, moet ik zoveel mogelijk mallen maken van die beelden om mee te nemen. En nu, jaren later, heb ik dan nu dat anatomische onderlijf gebruikt. Waarbij je dus de spieren ziet en de geslachtsdelen. En dus eigenlijk dat hele uiterlijke, hoe zeg je dat, de verschijning van deze player eigenlijk ineens ontdaan wordt van zijn spel en eigenlijk zijn ware aard zichtbaar wordt. Want hij is natuurlijk gewoon een soort misdadiger, deze man. Er is namelijk ook een wandelstok met een pistool erop. Het is alsof die wandelstok eigenlijk... hoe zeg je dat, een soort van een toverstaf is of eigenlijk een iets om een deal mee te dirigeren. En ik vond het interessant om dat pistool ook te introduceren op die wandelstok. Dit werk heet Act of Despair. Dat is een afgietsel van een tonnestoel in brons. Dat is een Weense koffiehuisstoel die in zijn tijd, zeg maar, een van de eerste massa geproduceerde voorwerpen was. Of hoe zeg je dat, meubelstukken. In mijn ogen, als ik kijk naar de kunstgeschiedenis, zie je dat veel vaak terugkomen. Ook die stoelmatting, zeg maar. Komt heel nostalgisch en romantisch over, maar het is natuurlijk ook gewoon een keihard massa consumptieproduct van zijn tijd.
Ik vind het heel interessant om met die werken eigenlijk een soort van déjà vu te creëren. Net zoals hier in het park, dat je zegt van als bezoeker, hey, die werken passen eigenlijk gewoon zo goed erin dat het bijna misschien niet opvallen. Of misschien een soort bevestiging geven van het cliché van het kunstkijken in zo'n prachtig park op zondagmiddag. En dat naarmate je dichterbij komt, daar iets heel geks gebeurt met die materialen. Dat je dus niet weet van, is dat nou een koffiebekertje of is het brons? En dat daarmee het kunstwerk zich begint te openen, zeg maar. Het is een stapeling van koffiebekertjes die natuurlijk, als je dat inderdaad zou opstapelen, zeer kwetsbaar is. Je hoeft maar even te blazen en alle bekertjes vallen om. Het is een wegwerpproduct gemaakt al om weg te gooien. Je zou kunnen zeggen in wezen ook gelijkwaardig aan die tonnestoel die in wezen geproduceerd is ook om als massaproduct. De voorwerpen die daarop staan, een soort kristallen zijn dat, daar zit een soort mathematische logica in. En zij zijn eigenlijk bijna een soort van voorwerpen van een magier. En daarmee wil ik ook de vraag stellen van wat is de rol eigenlijk van de kunstenaar en van mijzelf in de communiceren met het publiek over onderwerpen? Is de kunstenaar iemand die moralistisch moet zijn? Is het iemand die moet entertainen? Dat zijn vragen die ik me afvraag. Dit is dus die autoband, die staat dan al zo tegen zo'n bankje aan. Er liggen wat sinaasappels, er zijn ook wat cola blikjes die daar rondhangen. Je zou kunnen zeggen van het zijn een soort van achterblijfselen van mensen die daar tijd hebben doorgebracht. Die misschien een soort van therapie hebben ondergaan. En die inderdaad, dat het er bijna een soort van afval is zoals je dat ook tegenkomt in de stad, zeg maar. Langs de snelweg dat mensen dus een oude autoband gewoon even weggooien. Daarmee wil ik eigenlijk de status van dat brons ook in al zijn facetten bevragen. Dat zo'n autoband, op het moment dat het profiel natuurlijk versleten is, ja, dan moet je er van af. Maar dat is heel moeilijk om dat dus makkelijker om het gewoon zomaar even stiekem weg te gooien. Het is dus, maar ook een spelelement dus in die ruimte. Het schip komt hier ook weer terug op de grond, zoals u ziet, op die kartonnen dozen. Ook allemaal van brons. En ik dacht daar een soort van spelbord. Dat daar dus bijna zoals die als militaire strategen, zeg maar, in het miniatuur al een soort slag voorbereiden. Dat je zou kunnen zeggen van het is bijna een soort van strategie die gemaakt wordt. Maar ook eigenlijk misschien een kinderspel. Dit is de andere kant van het paviljoen binnen. Daar staat het tafeltje en aan de muren een soort van kandelaarachtig voorwerp. Het is een strooien hoed op een statief met een kaars erop. En het gaat, ik wil eigenlijk met dat tafeltje, wat gebaseerd is op een schilderij van Cézanne, en de hoed die gebaseerd is op een mythe over Van Gogh, wil ik het eigenlijk hebben over die mythologisering ook van kunst en kunstenaar. En de actieve rol die de kunstenaar daarin kan spelen. Zoals je bijvoorbeeld ziet op die schilderijen van Cézanne, daar zie je dus een beetje fruit en wat voorwerpen uit het dagelijks leven van de kunstenaar. Eigenlijk hele betekenisloze voorwerpen. Maar ineens, doordat de kunstenaar ze transformeert, zeg maar, tot een kunstwerk, krijgt het ineens een enorme grote waarde. En worden die voorwerpen ook bijna, zeg maar, mythologisch. Vind ik interessant dat de kunst als medium eigenlijk een hele andere blik of licht kan werpen op de waardering van de wereld, zoals we hem zien. Net zoals eigenlijk Van Gogh natuurlijk, daar zijn 10 mythes ontwikkeld rondom zijn leven, over dat oor. En de mensen vinden dat allemaal super interessant om dat allemaal nog mooier of nog lelijker te maken dan het is geweest. Dat hij dus, ik ga de 11e mythe maken. Dat is dus er werd gezegd dat als hij 's nachts ging schilderen, dat hij kaarsen op zijn hoed plaatste om dus te kunnen zien wat hij deed. Dat dat natuurlijk totale waanzin is. Maar ik vond eigenlijk een heel mooi idee dat er dus een kandelaar aanwezig zou zijn in deze relatief, zeg maar, obscure ruimte.
waar het licht vanaf zou komen. En waarmee dat brons eigenlijk ook weer teruggebracht wordt tot een soort van voorwerp. Een kandelaar. En in dit geval is dus de hoed is een strooien hoed. Dat is eigenlijk een soort symbool natuurlijk van Van Gogh als bohemien. Iemand die, de kunstenaar die dus inderdaad erop losleeft en niet te grijpen is. En daar zit ook een soort gekte in eigenlijk. Van de, hoe zeg je dat, iemand die zich niet wil conformeren. Net zoals eigenlijk natuurlijk de hoge hoed het symbool is van controle, van macht. Komen die, dat soort voorwerpen steeds in mijn werk terug waarmee ik daarna wil refereren. Nou, nu staan we dan buiten, naast het paviljoen op het veld. Daar vindt dus een schietpartij plaats. Maar de kogel wordt waarschijnlijk nooit geschoten, omdat de figuren staan er vrij onschuldig bij. Je zou kunnen zeggen, misschien hebben ze afgesproken met elkaar om te poseren op deze manier. En het tafeltje komt ook weer terug uit het paviljoen, waarmee ik dus eigenlijk een soort van... een déjà vu wil creëren, dat je denkt van hé, dat is datzelfde tafeltje weer. Net als in het surrealisme, dat bepaalde voorwerpen hun betekenis verliezen en ineens een heel andere betekenis krijgen die wij niet kennen. En ik vond het heel interessant dat dus de energie die ontstaat tussen die twee figuren, dat pakt eigenlijk de hele omgeving samen. En ik dacht eigenlijk is het fantastisch als je het natuurlijk met minimale middelen toch een grote energie kunt genereren. En ik denk dat is eigenlijk wat ik als kunstenaar probeer te doen. Dat je zegt, je hebt materie nodig, je hebt technieken nodig om dus tot een kunstwerk te komen. Maar eigenlijk wil je het hebben over iets wat natuurlijk achter dat werk ligt of wat er bovenuit stijgt. Dit is de laatste dia inderdaad. Dan laat ik hem hier even op staan. En dan zou ik zeggen, zijn er nog vragen die mensen hebben? Nou, dat is dan mooi, dan kunnen we nu verder. Nee. Ik kreeg gisteren hele interessante vragen allemaal van de gidsen. Ja, mevrouw, zegt u dan? Ik heb ervoor gekozen om het niet te polijsten, omdat ik eigenlijk het brons wil ontdoen van zijn illusionerende kracht, zeg maar. Alsof ik het gordijn weg wil trekken en dat je zegt van, kijk, het is ook maar gewoon een metaal. En ik denk door er een hele andere esthetische draai aan te geven, gebeurt daar iets vreemds, waardoor je eigenlijk hopelijk ook naar andere bronzen beelden op een nieuwe manier weer gaat kijken. Net zoals je eigenlijk in de stad niet meer omkijkt naar een oorlogsmonument, omdat de stad daaromheen eigenlijk dat in heeft gesloten. Mensen weten niet meer misschien wat voor oorlog het is geweest. Dat misschien de... Ja, ik hoop dat mensen misschien... dat de vraag van wat betekenen die monumenten of die beelden voor ons eigenlijk in de geschiedenis of in ons culturele erfgoed, zeg maar. Ik heb ook, ben ik vergeten te zeggen, een beeld in het stadspark is er geplaatst op een sokkel. En daar vraag ik me dus ook af inderdaad, als mensen in de openbare ruimte aan het spelen zijn in het park met de kinderen of op weg zijn aan hun werk, wat voor functie heeft kunst in de openbare ruimte? Je loopt er toch vaak helemaal aan voorbij. En ja, ik denk dat we op een punt staan waarbij we ons moeten afvragen natuurlijk van in hoeverre hechten we nog waarde aan de geschiedenis of aan gebeurtenissen die memorabel zijn. Oh ja, we waren klaar, ja. Ja? Als zo'n beeld begint, ja. Kan je dat dan, wat gegoten is, nog iets... anderen draai aangeven? Of dat groter is het zodanig? Ja, ja. Ja, maar als je natuurlijk gaat afwerken, dan verlies je natuurlijk die oorsprong. Want dan moet je toch, als je het zo brut wilt laten, kun je er toch niet veel aan schuren en aan wrijven. Nee, als het eenmaal inderdaad gegoten is, dan kun je dat natuurlijk wel doen, maar dat wil ik niet. Ik vind het juist interessant dat je zegt van in dat proces
Ik wil juist laten zien de gaten die in dat proces zitten. Omdat het gewoon heel moeilijk te sturen is ook. Hoe dat brons natuurlijk door zo'n mal heen gaat. En dan ontstaan heel vaak gaten of luchtbellen. En dat wordt natuurlijk allemaal uiteindelijk dichtgelast. En ik denk van, wat gebeurt er nou als je dat laat zien? Wat gebeurt er dan met een kunstwerk? Dan is het dus kunstwerk niet perfect meer. Dan zou je zeggen, dan is het gewoon een stuk metaal. Ja. Ik wil graag nog even een plaatje voor u draaien, als u het goed vindt. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb twee vrienden van mij. Een jongen die komt uit Chris Cogan, die komt uit Amerika. En ik heb hun gevraagd, ik ken hun eigenlijk als performance kunstenaars. En ik zei, het zou fantastisch zijn om als hun een performance zouden willen doen hier bij de tentoonstelling. Dus vanmiddag. En die jongen die zei, ik kom uit Amerika hierheen om dus te performen, zeg maar. En ik ben heel benieuwd wat u daarvan vindt. Maar ik vind het heel leuk dat hun de moeite doen om in te spelen eigenlijk op die atmosfeer van dat park en rondom de beelden. Waardoor eigenlijk die hele uitleg die ik nu geef op een andere manier naar voren komt. Ik denk dat hun om 3 uur gaan ze los. Dus komt allen, zou ik zeggen. Laat hem zo draaien.